voor een voetbalclub is dat heel wat natuurlijk in België, omdat het dus de eerste keer is dat het gebeurt. Wat voor mezelf betreft is dat ook wel een zeker iets. Ik heb dus 40 jaar van Antwerp en nog deel, moet ik zeggen, dus lid geweest van Antwerp. En ik vind maar één ding spijtig, dat nu het 100-jarig bestaan, nu valt dat nog meer op, vind ik, dat is dat dus Antwerp enkele seizoenen in tweede afdeling heeft moeten spelen. Als dat niet geweest was, dan had Antwerp dus een vlekkeloos praktisch 100-jarig bestaan kunnen vieren. Krijgt dat een aparte waarde wanneer dat is bij een club zoals Antwerp, met een rijk verleden, een lang verleden? Natuurlijk, er zijn zoveel anekdoten en gebeurtenissen die alleen in mijn carrière dus hebben plaats gehad. Dat moet ik het weer hetzelfde zeggen. Het is iets in je leven dat je dus nooit vergeet en dat dus een indruk maakt op je leven. De huidige Antwerp-voorzitter Eddy Wouters heeft het voortdurend over supporters die ontrouw zijn, die niet genoeg geduld hebben, die te kritisch zijn en zo. Is dat niet een beetje het omkeren van het probleem? Is het niet zo dat de supporters automatisch komen en automatisch trouw zijn wanneer de club wat te bieden heeft? Wel, ik zou dat dan niet automatisch dus echte supporters willen noemen, want de supporters die alleen komen als het de club goed gaat, ik denk niet dat je daar een echte supporter kunt van maken, want supporter wil toch zeggen een club steunen. En als het dan slecht gaat, hebben ze het meeste steun nodig. En ik denk wel dat dat dus in de huidige jaren, dat dat dus in de laatste seizoenen misschien wel moeilijker is voor een club als in mijn tijd. Ik denk dat in mijn tijd de supporters dus veel meer geduld hadden. Zelfs als er eens slechte prestaties geleverd werden door de ploeg, dat ze toch altijd achter die ploeg bleven staan. En ik denk dat nu gaan ze alleen kijken misschien of ze willen achter een ploeg staan die een grote naam heeft en die goed marcheert. Dus de binding van de supporters met de ploeg was helemaal anders? Oh, ik denk dat wel. Natuurlijk, het zijn de omstandigheden die dat ook in de hand hebben gewerkt. Als je nu denkt, dus het elftal waar wij kampioen zijn geworden en waar we dus de beker van België mee gewonnen hebben, dat waren praktisch allemaal jongens binnen een straal van 20 kilometer van Antwerpen. Dus die brachten allen hun eigen supporters mee, die houden van hun speler en die konden niet verdragen dat hun speler bijvoorbeeld zou afgebroken worden. Die verdedigden die door dik en dun. En ik denk dat dat moeilijk nog te vinden is nu. Dat extravagante, dat bestond vroeger niet. Geweld misschien ook niet tussen de supporters? Nee, en ik heb dat nooit niet geweten. Er was natuurlijk een grote rivaliteit, bijvoorbeeld hier in Antwerpen, tussen Beerschot en Antwerp supporters. Maar echt geweld of het extravagante, dat bestond niet. Alhoewel, vroeger supporterden de supporters meer in blok natuurlijk. Ze waren dus meer verenigd in supportersclubs. Ze deden de verplaatsingen allemaal samen. Dus ze kwamen ergens samen, ze gingen samen naar de wedstrijd. Ze bezochten de wedstrijd samen. Dus dat was altijd in blok. Dat is nu niet meer waar. Ieder springt in zijn eigen wagen en hij heeft er zijn eigen mening op na. En dan pochen ze nog mee dat ze dus Antwerp supporters zijn. Maar zeggen ze, we hebben gisteren een wedstrijd gezien in Keulen. En dat was wat anders. Maar zo'n mens, die kun je geen echte supporter noemen, want die moet achter zijn club staan, hoe moeilijk dat soms ook is.